Dat is heel verdrietig. Dat doet echt pijn. Je ziet het ook aan de club. Want ja, ze hebben toch je steun nodig. Want op de een of andere manier dreigt daar toch een steentje bij, vinden wij. Tuurlijk. Dus en we proberen het op een andere ludieke manier te doen. Voor het eerst sinds lange tijd waren er weer eens supporters te zien in het Riwal Hoogwerkerstadion van FC Dordrecht. De club is een winactie gestart waarbij zoveel mogelijk spandoeken voor de wedstrijd tegen Roda JC werden opgehangen. Met als prijs voor het mooiste spandoek een meet and greet met trainer Jan Zoutman en de rest van de clubstaf. Bikkelen zie ik staan. Ja, zeker. Boodschap is duidelijk, hè? Ja, is dat iets wat de afgelopen weken toch een paar keer niet helemaal gebeurde? Ja, daar leek het soms op, ja. Dus ik denk dat ik hem maar beter even op het doek zetten. Ik heb mijn neef erop gezet. Die zit nu een tijdje bij Jong Dordt en Dordt 1. En een vriend van mij, die bijvoorbeeld in de onder 16 van FC Dordrecht. En die komen allebei van ons clubje vandaan, van VVSC. Kijk. Dus die heb ik mooi op een spandoek gezet. Een soort eerbetoon. Ja, precies. Ja. En u bent een groot fan van de club? Ja hoor, ja al jaren. Dus elke wedstrijd nu, hoe is dat nu om in plaats van in het stadion voor de buis te moeten kijken? Ja, ik wou zeggen, ik zit toch liever hier. Je mist toch vooral je vrijdagavondje met vrienden hier op de tribune. Een beetje bijkletsen, een beetje boven voetballen. Ouwe hoeren en een biertje erbij. Ja, normaal zijn de sports natuurlijk allemaal in het stadion. En op dit moment kan het helaas door de coronamaatregelen niet. En daardoor hopen we toch met door middel van spandoeken dat de spelers van ons toch het supportersgevoel erbij krijgen en toch de overwinning voor de supporters. Een succesje kunnen ze wel gebruiken natuurlijk. Ja, zeker weten. Aan spandoeken dus geen gebrek. Maar ja, of alle supporters ook echt geloven in een goede afloop zaterdagmiddag? We gaan verliezen. Met 1-2. Nee, dan vrees ik toch dat het ook een verliespartijtje gaat worden. Maar ik denk dat het 1-3 wordt, helaas. 2-1 winnen zou toch mooi zijn. 1-1. Gelijkspelletje. Ja. Als we al winnen, denk ik 1-0 of een 2-1 misschien. Maar ik verwacht geen monsterscore, nee.